Goedenavond, welkom bij Twee Vandaag met nieuws, sport, uitgebreide weersinformatie en actuele reportages. Vanaf 17:15, aandacht voor. NAVO onder leiding van Willy Klaas bereidt tot forse afschrikkingsmaatregelen tegen Serviërs. Vandaag hebben de NAVO-lidstaten besloten om zware luchtaanvallen uit te voeren op Servische stellingen als zij moslim-enclaves aanvallen. Opnieuw duizenden moslimvluchtelingen, nu uit Bihać. Een nieuw drama tekent zich weer af voor onze ogen. Amerikaanse Senaat wil wapenembargo moslims opheffen. Ander nieuws. De gemeente Delfzijl gaat in eigen beheer softdrugs verkopen om zo illegale verkoop tegen te gaan. Even over 19:30 het sportjournaal, vandaag gepresenteerd door Emiel Schelvis. En in het sportjournaal aandacht voor tennis, de laatste overgebleven Nederlander bij het Dutch Open, Jan Siemering. Verder een opvallend onthaal voor Johan Cruijff bij de presentatie van Barcelona voor het nieuwe seizoen. En tenslotte gaan we het over schaatsen hebben. En wel de start van een bijzondere schaatsnatie, België. En dat is geen grap. Om ongeveer 19:45 uitgebreid aandacht voor het nu nog mooie weer, maar nu eerst het 6:00 journaal met Elke van Doorn. NOS 6:00 journaal, Elke van Doorn. Vluchtelingenstroom vanuit Jeppa. Parijs op zijn hoede na bomaanslag. En overhaaste emigratie bavianen. Goedenavond. De etnische zuivering van de tweede moslimenclave Jeppa is in volle gang. Maar deze keer probeert de VN er alles aan te doen om een herhaling van de gruweldaden door de Bosnische Serviërs bij Srebrenica te voorkomen. Er zijn extra VN-troepen naar Jeppa gestuurd en VN-bevelhebber Smith is zelf naar Jeppa gereisd om met de Bosnisch-Servische generaal Mladic over een ordelijke uittocht van de 17.000 vluchtelingen te onderhandelen. De eerste 1400 vluchtelingen uit Jeppa kwamen vanmorgen aan in Kladanje, in moslimgebied. Doodmoe en volledig verdwaasd krijgen ze in het eerste opvangkamp wat eten, drinken en een deken. Net als hun lotgenoot uit Srebrenica hebben de moslimvluchtelingen de laatste kilometers moeten lopen. Het zijn bijna allemaal vrouwen en kinderen. De mannen uit Jeppa zijn de bergen ingevlucht of in handen van de Bosnische Serviërs. De mensen vertellen dat ze tijdens de evacuatie zijn vervloekt en beledigd door de Bosnische Serviërs. Maar de VN heeft nog geen verhalen gehoord over gruweldaden, zoals bij Srebrenica. To je neopisano kakva je katastrofa bila. Koje granatiranje bilo, na hiljade, hiljade granata palo. Nazva hoće tražiti ima lilić. Een tweede konvooi met ongeveer 1000 vluchtelingen is nu in Servische bussen onderweg, eveneens naar Kladanje in centraal Bosnië. Zij worden ondergebracht in het tentenkamp bij Zenica. De Bosnische Serviërs zijn nu weer heer en meester in Jeppa. Op de Oekraïnse VN-basis hebben de moslims hun overgave aan de Bosnische Servische bevelhebber Mladic met hun handtekening bekrachtigd. Een delegatie van de VN onder leiding van UNPROFOR-bevelhebber generaal Smith, hier rechts in beeld, probeert in Jeppa zoveel mogelijk toezicht te houden op de deportaties. De VN'ers maken onder meer lijsten met alle vluchtelingen die met de bussen meegaan. Maar Mladic maakt duidelijk de dienst uit. Da odmah krene konvoj ovako kako utovareno, a ja ću dati autobuse i moje kamione i da skupi ljudi. Rešen problem. Afgelopen nacht werden al 150 gewonden uit Jeppa naar Sarajevo gebracht. Zwaar gewonden die soms nauwelijks konden zitten, moesten de reis van 14 uur op één gepakt in de bus doorstaan. In het Kosovo ziekenhuis in Sarajevo ging een deel van de patiënten meteen naar de operatiekamer. Vrouwen, kinderen en lichtgewonden werden in andere gebouwen opgevangen. Wat?
De vluchtelingenorganisatie van de VN vreest een humanitaire ramp in de Bosnische moslimenclave Bihać. Tenminste 8000 mensen zijn al op de vlucht geslagen, nu de Serviërs steeds verder doordringen in ook die enclave. Vorige week zijn Kroatische Serviërs een offensief begonnen vanuit hun gebied Krajina. Ze willen wat ze noemen hun Servische broeders in Bosnië helpen om Bihać te veroveren. De afvallige moslimleider Abdić en zijn mannen vechten aan de zijde van de Kroatische Serviërs mee. Gezamenlijk hebben ze al enkele dorpen veroverd. Doel is de enclave in tweeën te splitsen en Abdić als leider van een marionettenregime te installeren om daarna ook de rest van de enclave te veroveren. Het Bosnische regeringsleger vecht voor het voortbestaan van de enclave, waar in totaal 180.000 mensen wonen. Želim da naglasim da je ovo zaista jaka jedna ofanziva gdje smo mi angažovali svo raspoloživo ljudstvo. Nadam se da ćemo izdržati sada, ali dosta je teško. Om de aanvallen te torpederen werpt nu ook het regeringsleger van Kroatië zich weer in de strijd. Via een aanval in het westen proberen ze een belangrijke aanvoerroute van de Serviërs naar Bihać te blokkeren. De Kroaten willen daarmee de moslims helpen Bihać te behouden. De gevechten worden beschreven als de hevigste in maanden. Zowel de VN als de vertegenwoordigers van westerse landen zijn bang dat wanneer Bihać valt, Kroatië weer volledig betrokken raakt bij de oorlog in Bosnië. Een groep blauwhelmen van het 13e infanteriebataljon uit Srebrenica heeft vanmiddag afscheid genomen van de gesneuvelde soldaat van Rensen. Die werd bijna 2 weken geleden begraven toen zijn kameraden nog in Bosnië vastzaten. 2 dagen nadat alle Dutchbatters terug waren in Nederland, bewezen ze hem op het ereveld in Loenen de laatste eer. De 25-jarige Raviv van Rensen kwam 8 juli om het leven bij het begin van de slag om Srebrenica. Toen de bemanning van zijn observatiepost zich terugtrok voor de Bosnische Serviërs, werd hun voertuig beschoten door Bosnische regeringstroepen. En tot zover voor vandaag de berichtgeving over Bosnië. Het warme weer heeft vandaag in een deel van het land grote luchtvervuiling veroorzaakt. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is er rond dit tijdstip sprake van ernstige smog op enkele plaatsen in het midden van het land. Midzomer, prachtige zonnestralen, uitstoot van industrie en verkeer, helder en warm en een wind uit het oosten of zuidoosten. De ideale omstandigheden voor het ontstaan van ozonverbindingen in de lucht, smog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, meet de luchtkwaliteit en heeft daar verschillende fasen voor. Ernstige smog werd deze zomer nog niet eerder gemeten. Bij deze fase zijn het met name bejaarden en CARA-patiënten die moeite hebben met ademhalen. Verder is het niet aan te bevelen om je flink in te spannen met zoveel luchtvervuiling. Maar lang niet iedereen trekt zich daar wat van aan. Smog of je nou binnen zit of een inspanning verricht, dat staat voor mij gelijk. Maar je voelt het wel op de fiets. Nou, vandaag is het behoorlijk benauwd. In 1990 en 1991 was er veel ophef over smog. Er werd toen zelfs serieus overwogen om op sommige dagen het verkeer en industrie stil te leggen. Daar is nu geen sprake meer van. Er is rond zeg maar 1990, 91 is er ook gekeken naar of maatregelen kortstondig enkele uren en bijvoorbeeld op een bepaalde plek in de stad rigoureus verkeers stilleggen en dergelijke. Of die nou effect hebben op de luchtkwaliteit. En het rendement bleek uit onderzoek heel gering te zijn. Dus de afweging is toen gemaakt dat die rigoureuze zaken niet opwegen tegen het hele geringe rendement voor de luchtkwaliteit. De smog van vandaag is tussen nu en 8 uur vanavond op zijn top. Als het gaat onweren is de ergste luchtvervuiling ook meteen weer verdwenen. In heel Frankrijk zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de bomaanslag op de Parijse metro gisteravond. Ook werden de grenzen extra gecontroleerd. De aanslag kostte 7 metropassagiers het leven en 60 raakten er gewond. Tientallen organisaties hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar volgens de Parijse politie was daar geen enkele serieuze bij. In heel Frankrijk zijn op publieke plaatsen strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Honderden politieagenten en ME'ers zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken teruggeroepen van vakantie en bewaken stations, metrostations en vliegvelden.
Alle Schengen-passagiers moeten weer controles ondergaan. Op de stations worden passagiers opgeroepen mee te werken aan het onderzoek. Tassen en koffers worden gecontroleerd. Onder de bevolking heerst angst. Je ziet dat de mensen méfient entre eux, quoi. Ils se regardent et tout. Bon, et même les sacs qui traînent. Moi, je sais qu'on a eu deux interventions ce matin auprès de la voiture. Il y avait des sacs sans personne, quoi. On se méfie, quoi. Les instructions ont été données dans toute la France pour que les services de police soient renforcés, que les contrôles soient multipliés aux frontières, un peu partout. Et nous allons, dans les heures qui viennent, annoncer un certain nombre d'autres mesures. Il faut qu'il y ait une mobilisation totale, et il y aura une mobilisation totale des services de police pour éviter que de tels attentats recommencent. De bevolking is opgeroepen niet in paniek te raken en rustig te blijven. Maar iedereen vreest de komende dagen nieuwe aanslagen. Dodelijke aanslagen, want de daders van gisteren hebben duidelijk zoveel mogelijk slachtoffers voor ogen gehad, gezien de keuze van het tijdstip en de plaats van de bomaanslag, het drukke metrostation Place Saint-Michel. Speciale antiterroristenteams zijn al sinds gisteravond bezig met een groot onderzoek. Zeker is dat een bom van ongeveer 3 kilo onder een van de stoelen in het metrostel was geplaatst. De Parijse bevolking is opgeroepen waakzaam te zijn. Vreemde pakjes of verdachte personen moeten meteen gemeld worden bij de politie. Want Frankrijk feest een nieuwe golf aanslagen, zoals in de jaren 80. Toen zijn er tientallen doden gevallen. De grote vraag is nu wie de daders zijn van de bomaanslag van gisteren. Gedacht wordt aan Algerijnse extremisten, maar ook aan wraakacties van de Serviërs. Bij een ernstig verkeersongeluk in het zuiden van Duitsland zijn vannacht 5 Nederlanders, een gezin met 3 kinderen, om het leven gekomen. 4 andere mensen raakten gewond. In de buurt van Freiburg, tussen Karlsruhe en Basel, op de snelweg A5, botste een Tsjechische vrachtwagen en een Franse bestelauto op elkaar. Beide wagens schoten door de vangrail en raakten op de andere weghelft een vrachtwagen en 2 personenauto's. In een van die auto's zat het Nederlandse gezin, afkomstig uit Capelle aan de IJssel. Door de enorme ravage was de snelweg meer dan 6 uur gestremd. In Buenos Aires is de wereldvermaarde Argentijnse tango-muzikant en componist Osvaldo Pugliese overleden. Hij werd 89 jaar. Pugliese geldt als de grootmeester van de klassieke tango. Hij begon zijn loopbaan in de jaren 20. Samen met Carlos Gardel en Astor Piazzolla behoorde hij tot de tango-legende van deze eeuw. Tot zijn klassieke nummers behoren onder meer La Beba, Recuerdo en Malandraca. De pasgeboren gorilla van Attis is dood. Het dier is zo goed als zeker overleden omdat het te weinig voeding kreeg van moeder Cindy. Deze beelden van moeder en kind werden gisteren gemaakt toen de baby nog leefde. Vanmorgen hing het gorillaatje slap in de armen van de moeder. Toen daarna werd geprobeerd om de moeder te verdoven en het kind weg te halen voor onderzoek, mislukte dat. De gestorven gorillababy was de derde die in de Amsterdamse dierentuin was geboren. Meer apenleed vanmiddag in Burgers Zoo in Arnhem. De bavianen gingen weg. Ze verhuisden naar een dierentuin in de Egyptische hoofdstad Cairo. De dieren waren sinds 1928 een publiekstrekker van Burgers Zoo. Verbaasd keek het publiek vanmorgen naar een lege apenrots. Niet iedereen was van de verhuizing van de 18 bavianen op de hoogte. Met de bavianen. Houten kisten naar Schiphol vervoerd. Vanavond reizen ze af naar een modern verblijf in de dierentuin Giza Zoo in de Egyptische hoofdstad Cairo. Hun onderkomen in Arnhem was oud en moest gemoderniseerd worden. Maar in de nieuwe opzet was geen plaats meer voor de bavianen. Jarenlang werd naar een oplossing gezocht totdat Giza Zoo in Cairo de bavianen wilde overnemen. In sneltreinvaart werden alle formaliteiten geregeld. En vanmorgen konden de dieren op transport naar Egypte. Wat er misschien wel aardig is om bij te vertellen, dat ze teruggaan eigenlijk naar Afrika, waar ze van oorsprong vandaan komen. Niet dat deze dieren daar geboren zijn, maar de soort komt uit Afrika. Ja. En de dieren die nu op transport gaan, die zijn allemaal op één na hier bij ons ook in het park geboren.
De apenrots werd in 1928 gebouwd. Het was het eerste apenverblijf in ons land zonder tralies en werd in korte tijd de publiekstrekker van de zoo. Dat is altijd zo gebleven. Miljoenen mensen hebben zich vermaakt met hun dolle capriolen. Maar dat is nu voorbij. Waar eens de bavianen speelden, is al zand gestort voor de 5 kleine kangoeroes die er tijdelijk gaan wonen. En dan zijn we toe aan het dier, Ernkel. Zometeen komen er in Zeeland een paar regen- en onweersbuien. Dat breidt uit in de loop van de avond. En vooral van nacht kan er overal wel een enkele echt pittige bui voorkomen. Zware windstoten zijn mogelijk. De algehele wind die draait naar het zuidwesten. Het is een beetje broeierig vannacht en morgen overdag. Ook dan hebben we een paar regen- en onweersbuien. Zware windstoten nog steeds mogelijk. Tussen de buien en de bewolking door af en toe een klein beetje zon. Een matige zuidwestenwind. En het is 25 graden gemiddeld. Een stuk frisser dan vandaag, maar met al dat vocht. Heel erg broeierig. En meer daarover zometeen in 2 vandaag rond 6:45. Dit was het 6 uur journaal van woensdag 26 juli. Volgende nieuwsuitzending is om 8 uur en dan op de zender Nederland 1. Ik wens u een prettige avond. Verder in 2 vandaag de volgende onderwerpen.